Hey, is woensdag. En ik ben in de klas om voor te bereiden voor na de vakantie en om nog te verbeteren, om de klas nog op te ruimen, stoelen en banken terug te zetten, te kopiëren enzovoort. Maar ik kan niet super lang blijven. Het is nu 3:10. Misschien nog 2 uurtjes of zo. En dan naar huis. En dan volgende week zal ik nog wel eens een dag komen om nog verder dingen te doen. Een video online zetten van de voorbije dagen. Hoi allemaal. Amai. Verschil. Maar ja, ik ben gewoon rood. Dat is niet van poeier, dat is gewoon rood. Het is vandaag donderdag. En ik ben nu nog aan het zitten in mijn zetel samen met mijn dikke, lieve kat. En nog een beetje YouTube aan het kijken. Ik ben aan het wachten op ons mama, want we gaan zelfs een dagetje weer doorbrengen bij elkaar. Quality time. En ik denk dat we naar de IKEA gaan, naar het shopping center en zo. En dan iets gaan eten. En, normaal gingen we naar het badenhuis. Allee, eerst nog wat shoppen en zo en dan naar het badenhuis. Maar als mama die ging last minute haar wenkbrauwen laten microbladen of tatoeëren, ik weet niet wat het juist is. En ja, dan kun je natuurlijk niet in het water of in sauna en zo. Dus daarom dat we andere plannen hebben gemaakt. Highlight on fleek. Oeh. Like it. Dit is de Wet n Wild highlighter. Ik hoop alleen dat mijn gezicht nog wat minder rood gaat worden. Want deze is nu niet echt. En anders moet ik hier nog wat bruine poeier of zo aan doen. Of de sjaal dragen. Dat kan ook. Ha. Ik zie jullie later. We zijn nu in het shoppingcenter. We hebben net gegeten, maar het was veel te veel. We zijn niet mee opgespeeld. Maar ik heb er ook op gegeten. Net thuisgekomen van de IKEA en van het shoppingcenter en zo. En ik heb hier wel een doos klaarstaan om ineen te steken. Dus dat ga ik even doen. En ik ga mijn kat eten geven, want hij is al aan het zeuren. Het zanger heeft. Oh,
gedaan, maar ze is af. Een Alex-kast. Hey! En natuurlijk, tegen het einde, toen ik nog maar twee schuiven moest in elkaar steken, had ik het door hoe ik dat boormachine erop moest gebruiken. En dat ik dus inderdaad die schuiven op hun zij moest leggen om die plastic dingen erin te kloppen en zo. Maar ja, dat is dus typisch, hè. Het is 7:15 nu en ik denk dat ik ja, zeker een uur geleden of zo begonnen ben. Dus, maar het is gelukt. En nu opruimen. Voilà, ik heb mijn ladekastje nu op zijn plaats gezet. En mijn klein bureautje. En nu kan ik gewoon de rommel die ervoor daarop lag, heb ik nu gewoon hierin gedaan. Rommel, rommel, rommel. En dan hier van onder snoeren en zo. En zelfs, wacht, mijn oude laptop zit er ook in. Dus, veel beter. En ik heb dan wel wit en dan dat bruin, maar ik vind dat niet zo erg dat dat een andere kleur heeft. Ik kan ermee leven. Ik vind het wel tof zo. Joepie! Vrijdag vandaag, 3:20. En ik ben aan het strijken. Oh, mijn kastje staat er zo mooi. En terwijl een kerstfilm aan het kijken. En het is bijna nieuwjaar. Hoi, het is nu zaterdag. 6:20 s'avonds. Ik heb al even niet meer gefilmd. Omdat ik gewoon niet veel aan de hand heb gehad. Gewoon thuis gezeten, gepoetst, gestreken, opgeruimd enzovoort. En geluierd en tv gekeken en lazy geweest. Hè. Vandaag een beetje hetzelfde. Alleen ik ben ook naar de winkel geweest. En ik heb lasagne gemaakt. Ik heb hem klaargemaakt, alleen moet ik hem nu opwarmen. Het is etenstijd, dus vandaar. Dus we zullen hem eens. Daar staat hem, zeg. Mijn lasagne. Maar er is straks gemaakt. En nu moet ik hem nog in de oven steken. En dat gaat er dan 40 minuutjes in. En dan genieten, hè. En nu hopen dat hem gelukt is. Lasagne is uit de oven en het ziet er goed uit. We zullen het even proeven en then I let you know. Oeh, amai, ik zie rood. De lasagne was oké, maar ja, normaal maak je dat altijd met bechamel saus en zo'n goede dikke saus zou ik het noemen. En nu was die saus ja, heel waterachtig omdat ik daar bouillon had bijgedaan in water. Dus ja. Mijn eigen fout. En ik wist er dat wel, zo die bechamel saus erin. Dus ik vond het niet zo lekker als anders. Anders is hem veel lekkerder. Maar nu was hem zo wat te droog. En dan, maar ja, ik heb nog wel heel veel over. Dus ik ga dat gewoon invriezen. En dan eten. Na het werk en zo. Hè. En nu ga ik gewoon verder tv kijken. Het is 7:40 nu. Ik denk dat ik ook eerst mijn schmink ga wegdoen. Pyjama aandoen. Ik moet toch nergens meer naartoe. En dan misschien nog een masker kan of zo op mijn gezicht doen. Ik weet het nog niet. Maar highlight. Weer al on fleek, hè. Ik zeg het, hè. Die Wit and Wild is keigoed. Doei. Laatste dag van 2017. Het is nu 9:50. Ik ben al een uurtje wakker. Ik ben nog aan het luieren. Met mijn poezeke. TV. Goedenavond. Het is 6:20. En ik zit hier met Chantal. En wij zijn hier al een beetje aan het vieren. Voor het oudjaar. Een granaatje aan het eten. En een kavatje en zo aan het drinken. Mm. En s'avonds gaan wij lekker koken. Mm. En dan lekker eten. En dan
gaan wij Sex and the City zien. Oh yeah. Ja, en dan hopen dat om 12 uur dat we vanuit de raam hier het vuurwerk kunnen zien. Ja. Die schoonheid het jaar afsluiten. Pse. Yes. looking good. Yummy, yummy, yummy. Ja. Pinky. Ja, voilà, dat is de antwoord al. Okay. Onze film staat op stop. We waren naar de deze aan het kijken. Sex in the City 1. En dan gaan we nog lekker eten. En dan gaan onze film verder uitzien. Hey Pinky? Hè? Wat gaat het doen? Wat gaat het doen? Pinky. Hey. Oh, she likes this. Yes, yes. Chantal is goed aan het koken. Ons laatste avondmaal van 2017. Zalm met schelpen. Ja, dat is kabeljauw. Kabeljauw. Met bouchonmasseltjes en schelpjes. En rode curry. Een glaasje witte wijn. Rest. Mijn iced tea. Mijn water. En dan gaan we nog onze film verder zien. Maar met een dvd-speler die ineens zich weer vastgelopen is, moeten we weer dat helemaal gaan zoeken. En, maar geen stress. Tweede film van de avond. Sex in the City 2. En een lekker vanillewijntje. Hmm. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! School! Cheers! School! Oh yeah. Dat is een goed begin van het nieuwe jaar. Ja, we zien een beetje vuur. Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh,